En Nelly Singerling uit Arnhem weet als geen ander hoe het is om vrouw te zijn in een mannenbolwerk. In 1947 maakte ze deel uit van de marinevrouwenafdeling. Nelly is nu 89 jaar oud, maar nog niet te oud om uit een vliegtuig te springen. Ik ben door de oorlog 40-45 geweest. En daar, je mocht niks. De Duitsers die vertelden je wat wel en niet mocht. En toen de oorlog afgelopen was, hadden we vrijheid. En zo, ik ben in de marine gegaan om ook die vrijheid te beleven. Jouw beslissing, jij doet het. Kijk eens aan. Oh, wat tijd zeg. Ja, maar dat is goed, dat hoort zo. Ja? Ja. Toen ik in de marine ging, toen zei mijn tante tegen mij, wil je dat wel? Je wordt een onderlegger voor de officieren. Wat een onzin. Het is geen mannenwereld, het is ook geen vrouwenwereld. Vrouwen zijn anders dan mannen en dat zullen ze ook altijd zijn. En ik ben blij dat ik een vrouw ben. De vrouwen moeten in het leger gaan. Ze hoeven, moeten niet, ze mogen. Al die meisjes die in de marine zijn geweest bij mij, ze zouden het niet willen hebben missen. We gaan de groeten. Ik vond het fantastisch. Heerlijke sprong met een marinier op mijn rug.